Een dag voor de start van het finale weekend is er voor elke hier nog de gelegenheid voor een laatste training. Om nog even de puntjes op de i te zetten. Maar echt een soort had het net allemaal hakken. Wat tempo rondjes, wat babbelen en nog wat laatste onwijzings en dan zit het er weer op. Dit is de fiets van Sven Kramer. Hij had hem parkeerd, tje in de tribune aan. Dat maakt trouwens alleen nog als je meervoudig vrouwt en Europees kampioen binnen. Kramer is in een jolige bui. Als hij eens filmploeg shot, gaat er zelf achter de camera staan. En als een beginnend cameraman had hij gelijk een primeur te pakken. Hij wordt kaal, kijk maar. Voor de Ian is deze Vrootbekerwedstrijd een laatste mogelijkheid om hem te pleatsen voor het WK Oostan. Oren hebben die tickets al binnen en beschouw je dit finale weekend meer als een testwedstrijd voor het grote werk dat doet drie weken nu aan zet. Saas Bigelix voor Thijsje Oenema. Voor haar is het WK Oostan de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Voor mij is zelf ook een doel om gewoon een podium te rijden. Vorig jaar week al treden en ja, dat wil ik gewoon proberen dit hier werd te halen en misschien heger. Dus ja, ik show het net echt oors, dus ik vind het alleen maar fijn dat ik er nou wel bij heb en net op een plak te zien zit te strijden, want dat vind ik eigenlijk zelf ook net zo leuk. Na het binnenhellen van zowel de Vrood als de Europese titel allround is het van Sven Kramer dreig om hem zijn aan het eind van het seizoen weer heel door te focussen op het WK Oostan. Ik moest al een heel hoog niveau delen is op een NK round om te winnen, toen de EK round en nog een keer de WK round, dus al drie keer. En als je dat dan nog lang volhouden tot het einde van het seizoen is erg moeilijk. En ik ging wel proberen, maar qua periodisering is het iets lastiger dan dat je alleen nog voor die losse afstand ging. En inderdaad, je WK afstand de belangrijkste wedstrijd van het jaar is. Morgen komt Thijsje Oenema in actie op een 400 meter. Sneun riet Sven Kramer de 5 kilometer.